Dat is namelijk nooit verwacht. Maar dat is nou net het leuke van Anouk. Je weet nooit wat je kunt verwachten. En dus kwam de Haagse trots met een ingetogen melancholisch lied. Anouk kreeg tientallen prijzen in Nederland en België. Haar albums haalden goud en platina. Ze had tientallen hitsingles. En haar laatste hit gaat ze nu zingen op het grootste muziekpodium ter wereld. Samen met op de achtergrond Shimra, Jerry en Ricardo. En we zijn natuurlijk allemaal heel erg benieuwd. Daniel, ja, dit is, gaat het uiteindelijk gebeuren? Ja, ik hoop het. En dit is het filmpje dat van Anouk gemaakt is in onder andere de Wisseloord Studios in Hilversum en in Amsterdam. En hier zien we haar sporten. Dat doet ze hier ook iedere dag. Kickboksen in Malmö. En nu moet ze het gaan waarmaken hier op het podium. Spannend. Allemaal duimen. Anouk en Birds. Nou, dat was echt fantastisch, ja. Ik denk dat ze blij is dat ze klaar is. En toch een wezenlijk verschil met gisteravond, met de generale repetitie, waar ze toch wat stijf, wat gespannen misschien wel begon. En ja, nu de glimlach, de mimiek. Ze speelde nu met de camera en dat is denk ik toch wel doorslaggevend. Ja, en fantastisch gezongen natuurlijk, laten we dat vooral niet vergeten. Bij Anouk draait het om de muziek en de song. En Birds was en is een prachtig